de zomerweg in Drempt vanochtend vroeg. Er zijn mannen in witte pakken en afzetlinten, heel veel afzetlinten, om de bevolking te waarschuwen voor asbestgevaar. Maar dat weerhoudt de Dremptenaren er niet van massaal naar de puinhopen van het afgebrande restaurant te komen kijken. Ook de zetbaas van het restaurant is er. Hij zit volledig stuk. Ja, sorry hoor. Oh ja. Je bent er kapot van, hè? Ja, zeker. Want hoe nu verder? Ja, ook dat. Maar ja, dat is gewoon afwachten, kijken hoe het er verder gaat gebeuren met de verzekering of het plat gaat. Ik zou het zo niet weten. De politie is ondertussen een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de brand. Dorpsbewoners worden ondervraagd of ze iets hebben gezien. De brand begon gisteravond rond 10:00. De brandweer rukte uit met groot materieel en kreeg ondersteuning uit diverse omliggende plaatsen. Het blussen werd bemoeilijkt omdat de brand tussen de verschillende daklagen doorsmulde en steeds maar weer oplaaide. Zo'n beetje het hele dorp stond tot diep in de nacht te kijken. Van alle kanten kwam het vuur weer tevoorschijn. En als je daar met water op spoot, dan was het stoom, hè, spierwit allemaal. Dus ja, wij waren eigenlijk een beetje aan het hopen van wanneer komen die vlammen nou, hè? Toch? Sensatie, hè? Ze deden de lint voor, van we moesten aan de kant voor de asbest. Op last van de gemeente is er vanochtend een groot onderzoek gehouden hoeveel asbest er bij de brand nu precies is vrijgekomen. Zo'n beetje alles in de wijde omgeving en op het terrein rond het restaurant is onderzocht, zelfs het kerkhof. Na afloop had de inspecteur een goede boodschap voor de dorpelingen. Ja, de brand is een klein beetje beperkt, zeg maar. Er stond niet zo heel veel wind, gelukkig. Op de parkeerplaats is een klein beetje asbest gevonden. Hier achter liggen sportvelden, nou, die zijn asbestvrij. Ik heb die tuintjes ook allemaal bekeken op asbest, die zijn asbestvrij. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken? Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, nee, absoluut niet.